Kijk, ik heb nu de patiënt gevonden, dan moet ik hem selecteren. En dan is het antwoord, u heeft geen toegang tot deze patiënt, omdat de patiënt hier nog geen toestemming voor heeft gegeven. En zo gaat dat vrijwel altijd, althans in mijn populatie en bij mijn collega's hier in de buurt ook. Huisartsen in Alkmaar en de Noordkop hebben vrijwel geen toegang tot patiëntengegevens. Dat komt doordat de Noordwestziekenhuisgroep de nieuwe privacywet veel te strikt hanteert, zegt de huisartsenkring Noord-Holland-Noord. Het hoort in ieder geval tot de meer strengere gebieden van Nederland. Ja. Misschien niet de allerstrengste, maar ik ken en ook landelijk is niet bekend dat het ergens zo moeizaam gaat als hier. De ziekenhuisgroep wil eerst toestemming van patiënten voordat gegevens met de huisartsen worden gedeeld. Maar de huisartsenkring Noord-Holland-Noord zegt dat dit systeem ertoe leidt dat huisartsen nu heel vaak niet kunnen beschikken over het medisch dossier van hun patiënten. Het leidt vaak tot dingen dubbel doen. Frustratie misschien bij de mensen. En dat is natuurlijk vervelend, hè, voor de mensen, want dan moeten ze weer zich laten prikken of onderzoek laten doen. En het levert kosten op. En het levert tijdverlies op, want wij moeten dan daarop wachten. 200 huisartsen uit de Noordkop en hun patiënten zijn de dupe van het strenge privacybeleid. De huisartsenkring verwacht dat het nog lang gaat duren voordat het probleem is opgelost. Zij pleiten voor een tijdelijke oplossing. Dan zou je kunnen zeggen van nou ja, het is zo belangrijk om dat werk goed te doen en om over die gegevens te beschikken. Dat we in die tussentijd zeggen van nou, dan doen we het nog even op de manier zoals het voorheen goed ging. Dat de huisarts gewoon inzage heeft in die gegevens.